ik vind Life of Pi het mooiste boek wat ik ooit heb gelezen. Mm-hmm. Omdat ik het heel mooi vind om te zien hoe de jongen op een bootje terechtkomt met een andere tijger. Ja. En ik vind het heel mooi hoe die relatie daartussen zit. Want in andere verhalen krijg je heel vaak van dat het dier dan bevriend wordt met de jongen. En in dit geval is dat niet zo. Het is dat de jongen een beetje bang is voor de tijger. Ja. En daar dan mee omgaat. En dan uiteindelijk op het einde van het boek toch een soort van liefde voor de tijger krijgt. Ondanks dat ze dus nooit echt heel erg dichtbij elkaar komen op die manier of zo. Dus dat is wat ik het mooiste vind aan het boek. En op het einde is er dan een soort van twist, maar dat ga ik dan niet vertellen. Dus dat laat ik aan de kijker over. Plus, we hebben, Dave en ik hebben een, dat is mijn huisgenoot en mijn neef, we hebben een katje. En we hadden al bedacht, als we ooit een kat gaan nemen, dan gaan we die Richard Park noemen. En Richard Park is ook de naam van de tijger in het boek. En toen op een dag vond David een katje. En die hebben we vervolgens Richard Parker genoemd. Dus dat is ook een mooi deel van het boek. Dat is denk ik wat ik wil vertellen.